is er met zijn vingers aan het trommeltje gekomen? Wie heeft er zonder dat het mocht een koekje weggenomen? Was jij dat, Diederik? Oh nee, mama, niet ik. Er kwamen 8 kabouters met een rode puntmuts aan. Die hadden erge honger en die hebben het gedaan. Bij een kinderboekenweek dat als thema aan tafel heeft, hoort natuurlijk een prentenboek dat Koekjes heet. Ted van Lieshout schreef het boek en Sie Postuma illustreerde het speciaal voor de kinderboekenweek. Beide heren kwamen donderdag op bezoek bij Selectus Scholtes in Groningen. Koekjes gaat over een trommel met koekjes erin en daar gaat steeds 1 koekje uit. En de enige die in de buurt is, die kan weten wie het gedaan heeft, is Diederik. Dus moeder denkt dat Diederik die koekjes eruit heeft gehaald. Maar er zit natuurlijk een verrassing in het boek. En niet alleen in de tekst, ook in de tekeningen. Want wat ik altijd probeer bij de teksten van Ted, om een soort extra grapje, een verrassing in het boek te maken. En als je goed kijkt, dan kan je dat ontdekken. Dus wellicht is er nog een andere dader. Maar die ga je natuurlijk niet verklappen. Nee, natuurlijk niet. Moet je eerst het boekje lezen. Ja. Hoe maak je zo'n verhaal nou behapbaar voor kinderen van 3, 4, 5 jaar? Nou, ik denk dat voor ons allebei geldt dat je gaat niet zozeer aan de tafel zitten en denken, ik ga nu een boek voor kinderen maken. Ik denk dat je teruggaat naar een bepaalde herinnering, hoe je zelf op een bepaalde leeftijd naar de wereld keek. Dat geldt althans voor mijn tekeningen. Mensen zeggen vaak van, god, je kan wel merken dat je heel veel kinderen hebt of kinderen in je omgeving hebt. Maar ik ga eigenlijk terug naar die herinnering en op die manier probeer ik weer naar de wereld te kijken. Van Lieshout kreeg dit jaar de zilveren griffel voor het boek Spin op sokken. Postuma won de gouden penseel voor het boek Boven in een linde zat een moddervette haan. Dit is het derde boek dat ze samen maakten. Maar beide kunnen ze ook schrijven en illustreren. Is het nou niet vervelend dat je nou die taak moet doen, zeg maar? Want normaal doe je het zelf. Tot op zekere hoogte is dat wel een beetje waar. Maar op het moment dat je het kunt overdragen, in dit geval mijn tekst aan hem als tekenaar, dan, en je laat het los, dan gaat het heel goed. Maar hij is altijd een klein beetje zenuwachtig, omdat hij weet dat ik ook tekenaar ben en dat ik op een andere manier naar kijk dan schrijvers die niet kunnen tekenen. Die hebben vaak helemaal geen verstand. Dan kun je bij wijze van spreken, dan kun je elke tekening in de maag splitsen die je maar wilt. En dat kan bij mij niet. Nou, is niet helemaal waar, hoor. Hij is streng, joh. Ja. Nee, maar het is wel zo, in de meeste gevallen, bij de boeken die we samen maken, geef ik hem meer teksten dan hij nodig heeft. Dus dan kan hij zelf kijken van, nou, deze tekst heb ik niet zoveel meer, of deze tekst vind ik heel slecht geschreven, maar dan hoef ik dat niet te zeggen als ik die niet kies. En ik op mijn beurt, als ik zijn tekeningen zie, dan kijk ik er ook best kritisch naar. En als ik denk van een tekening, nou, daar scheelt er iets aan, dan probeer ik toch wel heel duidelijk te maken tegen hem van, goh, moet je daar nog eens even kijken. De kinderboekenweek duurt nog tot 17 oktober. Tot die tijd wordt er in de winkels van Selectus nog van alles georganiseerd.